potverdikke, maar jij komt er meteen in. Ja. Bam! Helemaal niets kun je verwachten. Het wordt helemaal niks. Het wordt een heel depressief, zwaarmoedig, Telejak-achtig programma. Ja, Telejak. Het is eigenlijk Telejak. Nee hoor. Nee, ongelooflijk veel lol. Keiharde lachen, vooral. Ja. Dat kun je denk ik verwachten. En ongelooflijk veel gênante situaties. En als het goed is, hilarische situaties waarbij we onze vriendinnen enorm in het nauw drijven. Precies. Ja. En waar iedereen een beetje buikpijn van krijgt, althans wij wel. Ja. Van pure stress. Ja. Wat voor gênante momenten. Nou, dat zijn toch momenten waarop je de mensen in hun dagdagelijkse boodschapjes stoort. Ja. En ze ongevraagd tips geeft. Of de mensen bijvoorbeeld aanraakt op de buik. Terwijl mensen het niet gevraagd hebben. Ja, vooral die buik, hè? Ja, de buik. Of dat je hun boodschappen stilt, hè? Ja, de boodschappen. Ja, dat is al zo. Ik vind mensen beschuldigen van iets het ergst. Ja. Dus ik heb een keer iemand moeten inderdaad zeggen, u heeft gestolen. Ja. Oh, dat was ook zo erg. Nee, dat is echt heel erg, ja. Of iemand van seksuele intimidatie beschuldigen, die echt van het niet weet wat er, dat soort. Dat soort dingen zijn eigenlijk het ergste, ja. Soms, soms niet. Het verbaast me wel, ik vind het eigenlijk heel erg meevallen. Ja, dat mensen achteraf zeggen, ja, ik dacht al zoiets, of ik dacht je al te herkennen, of ik dacht dat het een actrice, maar nooit dat ze denken, oh, dat is die van dat. Dat mensen toch, als je een bedrijfsuniform aan hebt, mensen dat gewoon geloven, dat je daar bent. En, die zal dan wel hier werken, denken mensen. Ja. Ja. En dan is dat zo voor die mensen. Nou, dat is heerlijk voor ons, want dan kunnen wij natuurlijk pranken waar ze bij staan. Ja. Straf niet, maar de opdracht kan je wel weigeren. Ja, en hoe meer je weigert, hoe eerder je straf hoe meer duimpjes omlaag je krijgt. En degene met de meeste duimpjes omlaag, die krijgt natuurlijk straf aan het eind. En dat wil je vermijden. Ik weiger echt zeker de helft, ja. Ja, maar dan moet je altijd gewoon ter plekke moet je natuurlijk iets anders verzinnen. En dat is altijd wel de kunst. En dan soms dan zit je alleen maar te... Omdat fijne dag verder, weet je wel. Ik denk dat we allemaal even fout zijn op onze eigen manier. Annemarie Jong. Annemarie Jong natuurlijk. Jelke van Houten. En trouwens Annie Pfeiffer ook. Annie Pfeiffer doet altijd alsof ze heel onschuldig is, maar het is een beest. Het is een beest, ja. Ja, ook in bed trouwens, wist je dat? Ja, ook in bed, ja. Het is echt een beest, ja. Maar zeker ook Annemarie Jong en Jelke van Houten, die lusten er ook wel. He? Dus eigenlijk de hele brigade blond is zeg maar echt... Ja, blond en onschuldig, dat gaat dus niet op. Nee, je kunt maar liever inktzwart, gitzwart en rossig hebben. Dus beter dan die... De blonde brigade, want dan weet je, ik word helemaal kapot gemaakt. Ja, ja. En dan heb je het over bungee jump. Dat vind ik altijd zo'n onzin om dat dan eigenlijk je grenzen te verleggen. Om dat dan te doen. Ik denk altijd, je hebt niet voor niets blokkades, denk ik altijd. Je hebt niet voor niets dingen. Dat is een soort menselijk ingebouwde natuur om dingen waar je heel bang voor niet te doen. Waarom zou je het dan wel doen? Dat begrijp ik nooit zo goed. Dus en wat voel je dan niet? Ik heb als je het idee van als je wil bungee jumpen, ben je op zoek naar een soort rush. Doodsangst, waarom? Dus je bent niet helemaal, denk ik dan, ik bedoel dat kan ik ook fout hebben, in contact met wat je allemaal... Anders hoef je toch niet van een brug te springen en half bungelend met een halve nek blessure. Waarom wil waarom je dat meemaken? Doen? Ja, daar begrijp ik ook niets van, eerlijk gezegd. Nee, denk ik, ga dan lekker jezelf uitgluizen. Ja, ik ook. Ik ben heel erg kwaad op mensen die bungee jumpen. Ja, ik zie haar echt. Nee, daar ben ik boos op. Ik zie jou echt woedend. Ja, dan denk ik, waarom? Gewoon niet doen. Verdorie nog. Nee, geen denk aan. Nee. Het staat erop en dan ga ik er niet meer kijken. Nee, dan zijn we er klaar mee. Nee, daar ben ik er ook klaar mee. Vergeet ik het, dan blokkeer ik het, dan vergeet ik het. En dan is het klaar. Je bent wel. Ja, we gaan dat zeker die eerste aflevering samen ook wel, denk ik, kijken, toch? Ja, dat gaan we bij elkaar komen met een klein biertje, een bierenvriendje erbij. Ja hoor. En een bakje chips. En een borrelnootje. Een bakje kaas. Ja, dat zeker. En ik denk dat de kinderen het ook wel leuk vinden, want die zijn ook al fan van Foute Vrienden. Ja. Dus ik denk dat ik het wel samen met de kinderen ga kijken, ja. Ja.